Dion Akswijk, IJsselmeer volgens verliest vandaag met 3-1 van AGOVV. Was het voor jou een speciale wedstrijd? Ja en nee, het was gewoon niks. En dat kan wel, omdat je dan allemaal oude teamgenootjes tegenkomt. Maar voor mij was het net als gewoonlijk competitie wel. Gewoon, je wilt gewoon winnen, maar ja, helaas. Dus, Zeker een speciale wedstrijd. Tegen mijn oude club, waar ik een jaar heb gevoetbald. Waar ik bijna alle prijzen heb gewonnen. Behalve de beker, maar het was een heel leuk jaar. Toen ben ik weggegaan en ik vind het heel leuk om hier terug te komen. Vond je 3-1 een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen? Nee. Als je die goals bekijkt, ja, dan zie je met name de dode spelmomenten. Met name de eerste goal, de tweede goal. Dat was gewoon geen vrije trap in eerste instantie in die hoek. Nou, en de tweede goal, de derde goal bedoel ik van hun. Het dode spelmoment was gewoon een handsbal. Ja, dan zou je gewoon 1-1 staan. Dus, maar ja, kijk, je zag wel dat ze wat kansen hadden. Maar wij ook. Maar dan zie je qua afwerking, dan op dat moment wel het verschil. Dus dat was in dat opzicht wel het verschil. Maar ik vond qua kwaliteit, ze hadden wel individuele spelers. Maar ik vond niet dat we hadden hoeven verliezen. Dus, niet in zijn geheel. Ik vind dat AGVV de betere ploeg was. Met name positiespel en veldspel was beter, verzorgd. Kon er goed de bal rond laten gaan. Daarom hebben we ook wat gewijzigd in de speelstijl, in de strategie, om wat minder snel te pressen. En toen zijn we ook de tweede helft beter in de wedstrijd gekomen. Ja, en wat natuurlijk heel erg teleurstellend is, is dat je op cruciale momenten de wedstrijd weggeeft. We hebben kans op 1-1, die moet er absoluut in. Dan kan het hier gaan spoken. Nou, dat gebeurt dan niet. Geven daarna een vrije trap geven we weg. Die wordt bij de tweede paal ingekopt. Op een hele knullige manier. Maken we 2-1. Dus een heel belangrijk moment dat je 2-1 maakt. Trouwens een hele goede goal, vond ik. Goed opgezet vanaf rechts. Goede pas. Goede voorzet. Ja, schitterend uitgespeelde goal. Ja, en binnen de minuut maken zij 3-1. En een identieke situatie van de zijkant. Van de linkerkant. Van hun. En weer tweede paal. Waar weer geen bezetting is van onze spelers. Dus ik ben daar echt toch wel heel erg teleurgesteld over. Kevin Winter, IJsselmeer volgens verliest met 3-1 van AGOVV. Vond je dat een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen? Ja, ik vond het wel terecht. Zij waren net iets beter, iets sneller, iets fitter. Dus ja, daar denk ik wel dat dit een terechte uitslag is. Was er een moment in de wedstrijd dat je dacht, nou, er zit een stunt in? Of had je eigenlijk de hele tijd het gevoel van, ja, we lopen een beetje achter het feit aan? Na de 2-1 dacht ik van, misschien zit er nog wat in, maar heel snel viel die 3-1 en toen was het eigenlijk afgelopen. En toen was het voor mij nog een kwartier te spelen en toen zag ik het niet meer gebeuren. Nee. AGVV is ook een beetje jouw angstgegner, hè? Ja, vorig jaar 4-4 na penalties. Dat was jammer. Ja, angstgegner weet ik niet, maar ze hebben twee keer gewonnen van me. Nou ja, twee keer, de eerste keer vond ik het niet helemaal terecht bij Lisse. Toen vond ik ons wel iets beter, maar vandaag is het wel terecht, denk ik. Terechte uitslag. Hoe groot vond je het krachtsverschil tussen de top hoofdklasse en de middenmoot van de Jupiler League? Nou, ik denk dat het verschil wel zichtbaar was. Maar dat heeft ook wel redenen ten aanzien van individuen. Dat een aantal spelers van ons niet goed waren. Dus niet in hun vorm waren. En bijvoorbeeld voor een camper is denk ik twee wedstrijden in zo'n korte tijd. Ja, dat is voor hem niet makkelijk. Dus ja, dan zijn wij wel in ons nadeel. Ja, je merkt gewoon dat ze vaker trainen. Ze zijn fitter, denk ik. Conditioneel zijn ze sterker. En ik denk dat daar wel het grote verschil in zit. En die jongens zijn volgens mij vandaag de hele dag vrij geweest. En wij komen met haast komen weer spelen. Dus ja, dat is ook wel een klein verschil. Maar kwalitatief zijn ze wel iets beter, denk ik. Wat vond je van entourage? Mooi. Ja, mooi, mooi. Ja, het is jammer dat we de overwinning niet kunnen geven. Maar ik vind wel dat ze ons tot de 90ste minuut, zelfs 93ste minuut hebben gesteund. En dat was gewoon heel mooi. Dus zo zie je maar hoe mooi deze club is. Ja. Heb je desondanks toch de teleurstellende nederlaag een klein beetje genoten van de sfeer die er hing? Echt een bekersfeertje? Ja, ik heb absoluut genoten vanaf het begin van de wedstrijd al, voor de wedstrijd al. Het publiek wat ging zingen. Ik denk dat het dik 3000 man was. Dus ik vind het heel jammer dat ik het publiek
geen goed resultaat heb kunnen geven. Dat vind ik echt doodzonde, want nogmaals, zij waren wat beter, maar het zat er toch wel in, denk ik. Als we scherper zijn en beter gaan verdedigen bij spelervattingen, dan valt er nog meer te halen. Dankjewel. Veld! Voetballen! Wat vond je voor wedstrijd? Voor een wedstrijd, de eerste helft kon eigenlijk beide kanten omgaan. Maar wij hadden een beetje geluk met de goal, maar wel een goede voetbalgoal. En daarna, ik denk toch dat wij de betere waren. En wij maken de kansen af. Ze krijgen nog wel een goede kans op 1-0, IJsselmeervoort. Als ze die erin maken, wordt het nog een wedstrijd. Maar daarna maken we heel snel de 2-0. En dan wordt het moeilijk. 2-1. Of de 3-1 was het 3-1. En dan is het eigenlijk al gelopen. Vond je 3-1 een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen? Ik vond ons voetballend gewoon beter. Dus daarom denk ik dat we wel verdiend hebben gewonnen. Hoe is het verder met jou gegaan sinds je weg bent gegaan bij IJsselmeervogels? Heb ik een jaartje Emmen gehad. Dat was niet zo'n succes. Toen kon ik naar Duitsland gaan. Ben ik een jaartje gebleven. Toen waren we niet gepromoveerd. Toen dacht ik, ik probeer het toch weer in Nederland. Toen heb ik stage gelopen bij AGVV. En toen is dat goed verlopen. En toen heb ik daar 2 jaar getekend. En de eerste paar wedstrijden, 4 wedstrijden, moest ik op de bank beginnen. Maar ik denk dat ik nu wel mijn plaats heb gevonden. En ik hoop het door te zetten. Hoe is het om tegen IJsselmeervogels te scoren? Scoren, was wel een belangrijke doelpunt. Maar iemand anders had hem ook mogen scoren. Maar ik had liever naar de rode kant gelopen dan naar de andere kant. Het was wel heel mooi om hier terug te zijn. Zeker. Dankjewel. Succes de volgende ronde van de beker. Ja, bedankt jullie ook.